Ja, hallo en welkom bij Boos, waar ik boze mensen probeer onboos te maken door vaak dingen te filmen die niet gefilmd mogen worden. Maar ja, soms is dat wel nodig. Hey. En deze week heeft Daan ons gemaild. Hey, Daan. Ja? Je bent boos, hè? Redelijk, ja. Oké. Okay. Op schaal van 1 tot 7,4, hoe boos ben je? 7,5? Ja, dat kan dus niet. Ja, maar ik ben het wel. Nou. Ik lijk zo emotioneel, joh. Goed, Daan heet dus Daan en Daan is boos, want hij heeft een PlayStation 4 en die is stuk door een fabrieksfout. En Sony biedt Daan een service aan waar ze in een gemiddeld oorlogsgebied nog van zouden zeggen van nou, moet dat nou zo onbeschoft? Daan, jij bent boos. Ja. Misschien is het goed als je even picobello uitlegt waarom dat eigenlijk zo is. Wat het is, ik heb op mijn 18e verjaardag een PlayStation 4 van mijn vader gekregen en van mijn moeder trouwens ook, niet te vergeten. En die deed het. Totdat hij na 3 maanden al mijn spelletjes eruit begon te schieten. Dus deed zo? Ja, je deed het erin en dan ging je spelen en dan was je net een level up en dan... En dan kwam het eruit en dan was je al je saves kwijt. Okay. Oftewel best wel vervelend. Ja, dat is wel irritant. Ja. Dat heb ik op het internet een beetje opgezocht. Het bleek dat het een redelijk veel voorkomend probleem was bij de PlayStation, de eerste generatie, de PlayStation 4. Ja, Sony had wat fixes online gegooid die je kon gebruiken om het systeem wel weer te laten werken. Dus dat had ik gedaan. Toen deed hij het weer voor een aantal maanden. Ik kreeg weer hetzelfde probleem. Sony had dus zelf gezegd, je kan het zelf fixen. Op de site van Sony stonden een aantal fixes. Oké, dus dat komt echt van het bedrijf zelf? Ja, toen had ik begrepen, ja shit, ik wil gewoon kunnen spelen, want er kwamen weer nieuwe games uit en dat vond ik tof. Ja. Dus ik ging bellen, zo van, yo, hoe zit dit? En toen zeiden ze tegen mij van, ja, je hebt gelijk, het is een probleem wat vaker voorkomt, maar helaas ben je 1 jaar garantie ben je verstreken, dus je moet 150 euro dokken als je hem wil laten maken. Maar dat is toch gek, want jouw PlayStation gaat kapot. Zij zeggen, je kan hem zelf maken, dat doe je dan een paar keer. En als je dan na een jaar denkt, nu wordt het echt strontvervelend, dan zeggen ze, sorry man, je garantie is weg. Ja. Heb je al zelf Sony gebeld, bijvoorbeeld? Ja, meerdere keren. Je krijgt dan zo'n meisje aan de lijn die van de customer care afdeling is. Customer care. Ja, precies. Ja. Die zijn dan op zich wel heel aardig en die kunnen er ook helemaal niks aan doen. Dus dan heb ik ook geen zin om daar boos op te worden. Dus ik heb toen een aantal keren gevraagd, ja, kan ik niet iemand spreken die zich hier zijn verantwoordelijkheid voor kan nemen, waar ik wel boos op kan worden, die wel mij kan helpen met dit probleem. Toen zei ze, ja, oké, wacht heel even. Toen kwam ze terug aan de lijn en zegt ze, ja, sorry, maar hij wil jou niet spreken. Dat is letterlijk zo letterlijk tegen mij gezegd. Ja. Had hij geen zin om jou te woord te staan? Dat meisje zei tegen mij, mijn leidinggevende wil jou niet te woord staan. Punt. Hij was er wel, maar hij wilde hem niet te woord staan. Daar heb ik ook nog wel echt een officiële mail gestuurd, want toen was ik er wel echt helemaal klaar mee. 5 minuten later kreeg ik alweer zo'n standaard mail terug, dus die is gewoon waarschijnlijk helemaal niet gelezen. Ze zagen het woordje garantie blijkt in het onderwerp en toen meteen weer diezelfde mail terug. Dus toen was ik er helemaal klaar mee en toen heb ik jullie een filmpje gestuurd. Ja. Wat wil je eigenlijk straks van ze? Maar ik wil gewoon mijn gelijk hebben en ik wil gewoon een soort van excuses. Ik vind niet dat je zo met je klant kan omgaan. Ik weet zeker dat het vaker gebeurt bij anderen. Als zij zeggen, we kunnen een nieuwe PlayStation fixen. Of gratis reparatie. Hetzelfde. Zullen we gaan? Ja. Oké. Okay. Lijkt me een idee. Maar waar welke kant wil je op? Nou, naar Sony denk ik. Dat is daar. Gaan we daar. Oké. Oké, eerst deed Daan dus wat PlayStation hem opdroeg, namelijk het apparaat zelf fixen met de aangegeven fixes. En toen ging hij alsnog stuk en toen Daan dacht van ja, zo kan het niet langer, was dus opeens de garantie voorbij. Terwijl als Sony meteen had aangedrongen op garantie gebruiken in plaats van fixes, was er niks aan de hand misschien. En toen Daan gewoon iemand wilde spreken die hem kon helpen, zei de klantenservice, ga weg Daan, je hebt geen garantie. Dus dan maar langs. Oké, dit is het Sony gebouw? Ja, enkel random. Zit er ook. Boeie, we moeten... Ja. Zit je nou te wijfneuzen? Denk je dat we zo naar binnen kunnen? Ja, toch. Oh, weer een potje PlayStation. Ja, als hij het doet. Nou, die is stuk. Oh, daar. Verrassend. Oh. Hallo, wij zijn Tim en Daan. Hoi. Is Daan. En Tim en Daan die komen even een verhaal halen omdat Daan's PlayStation stuk is en niemand wil hem helpen. Oké. Bij Sony. Bij Sony. Even kijken of dat hier wat van customers. Ja. Ik ben nog kauwgom aan eten. Ik niet, ik heb hem uitgedaan. Nee, dat gaan we niet weer doen. Voor wat hoort wat? Ja, dat zei de vorige keer ook. Bij Ticketribune werkte toen ze hem uiteindelijk aannam. Ja, maar dit is Sony, niet Ticketribune. Dat gaan we echt niet doen. Misselijk van. Ja, jij doet het. Tim, hi. Heb je mee? De case is dat hij een PS4 heeft, die ging stuk, toen kreeg hij een fix. Mm-hmm. Nou, die fix die heeft hij gedaan, maar dan ging hij weer stuk en hij heeft een paar keer die fix gedaan en toen na een jaar zei hij, ja het lukt gewoon niet. En toen zei ze, ja, nou is de garantie voorbij. Nou, ik denk dat het gewoon opgelost kan worden, dat we gewoon uiteindelijk gaan regelen. Ja. Ja, ik moet even mijn PlayStation schakelen. Dus wij wachten hier eventjes of zo? Ja, ik denk dat ik met de 10 minuutjes wel iets op PlayStation doe. Ja. Thanks. Dankjewel. Jo. Nou, zo zie je. Ja.
Nou, lukte. Wijner en dan, dan kan het opeens wel. Was een aardige vent hoor. Ja, zeker. Hij had ook een beetje hetzelfde haar als ik. Nou en? Ja. Zo. Oh. Nee, we zijn oké, we wachten eventjes. Wat is het beste wat we nu kunnen gaan doen? Ja, PlayStation is nu nog steeds bezig met het uitzoeken. Oké. Nou goed, dan hier even wachten gaan weer. Ja, of ik heb ook een koffiebar omhoog boven, kun je even zitten. Oh, dat is ook goed. Ja. Hij is niet echt koffie. Maar wel loungebanken. Ja, dat is op zich wel top. Nee joh! Dat lukt ook. Nee joh! Wow! Kijk. En het blijkt toch dat er in het servicetraject iets misgegaan is. Dat okay. Ik gewoon een vervangende PlayStation moet krijgen. En wat is er misgegaan dan? Dat zou ik echt niet durven zeggen. Okay. Dus ik heb ja, het zo kunnen regelen dat ik in ieder geval vanuit onze interne voorraad nog een PlayStation kan regelen voor super nu. Tof. Dat je wel weer meteen kan gamen. Heb je voor mij ook een, denk je? Dit is echt de laatste volgens mij die ik hier heb staan. Jammer man. Dit is al een beetje feest. Oh, dat is wel hard, hè? Dank. Ja, ja, jij hebt het goed gedaan. Zeker, dank je wel. Nou is de vraag natuurlijk, kijk, hij krijgt die PlayStation, alleen het is een veel vaker voorkomend probleem. Ja, nogmaals, ja. Ik kan er niet zoveel op achter. Oké. Nou, wij nemen die mee. Ja. Ben jij tevreden nu met dit? Ja, ik ben zeker blij. Okay, dus, maar... ik ben niet meer boos in ieder geval. Nee? Nee. Oké, okay, ik vind nog iets te vroeg daarvoor, dus we gaan nog even naar Hilversum. Sowieso. Oh ja, we hebben nog oorkonden voor je. Ja, die heb je verdiend. Lees hem zelf even voor. Je leest echt stil voor. Ik lees hem even voor. De misschien in het vervolg gewoon even meteen oppakken, zodat ik gewoon patat kan eten op de bank en Xboxen, maar toch best fijn afgehandeld oorkonde. Die is voor jou. Dankjewel, Tim. Ik ga naar huis. Nee, nee, we gaan naar Hilversum. Oké, okay, jij hebt je PlayStation terug. Ja, ik heb er een en een headset. Op zich wel een leuk bijkomstigheid. Hij deed het aardig. Hij deed het supergoed, ja. Zeker. Dus dit is goed. Ik ben persoonlijk blij, maar niet maatschappelijk blij. Nee, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dit probleem hebben. Dus gaan we gelijk maar even langs. Plus, het zou wel fijn zijn als iemand bij PlayStation nog even excuusje aanbiedt voor de keer. Ik wil Roel spreken. Ja, toch? Ja. Heet die rol? Ja, dat weet ik niet, maar dat denk ik. Nou, op schaal van 1 tot Walibi scoort de woordvoerder van Sony, die op die ene van Zoep lijkt, tot nu toe een aardige 3, want de PlayStation is binnen. Feestie. Maar, en dat is ook belangrijk, het hele internet staat vol met deze klacht. Het is een wereldwijd probleem. Kijk, hier en hier en ook hier. Dus tijd om even naar het andere Sony-kantoor te rijden om te horen dat iedereen met dit probleem een nieuwe PlayStation mag komen halen. Yes. Sony deel 2. Ja. Oh, deze moeten we hebben. Gewoon de eerste. En de begane grond. Dus we zitten gelijk goed. Oh, we zitten gelijk goed. Top! Die doet natuurlijk niet meer open, want ik denk echt tyfus maar. Waar heb je aangebeld? Bij alle twee. Sony Entertainment in ieder geval. Okay. Opeens ging de deur open. Bravo. Hallo? Hallo? Wij zoeken iemand van Sony. Hey, hallo. Hallo. Wij zoeken iemand van Sony. Wij zijn allemaal van Sony. Oh, van PlayStation. Yeah. Iemand die even het woord wil doen. Kunnen we even in de grote verhaal gaan, alsjeblieft? Ja, dat is ook goed. Ja, ook goed. Kijk, hij krijgt nu wel een PlayStation. Dat doet Sony natuurlijk heel erg goed. Maar hoe zit het met die overige paar honderd man die dezelfde bug hadden en dezelfde fix hebben gebruikt en hetzelfde probleem nu hebben? Als wij inderdaad een fix aanbieden en die geldt maar voor 3 maanden en die is in de 9e maand en die gaat er in de 13e maand, heb je weer hetzelfde probleem. Dan valt die bij ons gewoon binnen de garantie. Dus wij kunnen zeggen, laten we het even kort sluiten. Als je een PlayStation 4 hebt en die is kapot door een fout van PlayStation en je fixt hem met een fix van PlayStation, zoals jullie die op de eigen website zetten. Ja. En je gaat daarmee toch over je garantie heen, omdat het een soort uitstel van executie is, blijkbaar. Dan mag je alsnog terugkomen en dan komt de klacht hier terecht en krijg je een nieuwe PlayStation. Of een vervangende, of hij wordt gerepareerd. Oké. Okay. Dat wordt niet op. Helder. Right. Ja. Thanks. Goed, ik ga eruit. Jij hebt de PlayStation. En dit? Ze hebben dus net gezegd, als je hetzelfde probleem hebt als jij. Kom. Even voor de kijker thuis ook. Je gebruikt die fixes die op de site staan van PlayStation. En daarmee doe je een soort uitstel van executie. Gaat over de
garantieperiode heen. Dan hoor je dus wel een nieuwe te krijgen, ook via de klantenservice of je geld terug, of hij wordt gerepareerd. Ja. Ja, dat we dat even hebben staan. Vraag natuurlijk, wat staat er dadelijk in die mail? Zo. Jezus. Van Sony PlayStation. Yes. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ben je nog boos? Nee. Nee. Mooi. Ik ben blij. Daan is niet meer boos en Sony heeft beloofd dat iedereen met hetzelfde probleem een nieuwe PlayStation of reparatie vergoed krijgt. Ook buiten de garantie om. En voor our buitenlandse viewers. That's good for you too, yes. Baanbrekend, want tot dusver zeiden ze bij Sony vooral, regel het even lekker zelf, joh. En om ons te bedanken voor dit, mag je abonneren op ons kanaal. Doe even. Doe dan. Nee, serieus, doe even. Hm?